Ja, die zijenstrobers beginnen, waar we nu mee bezig zijn, die beginnen in september. Maar die kunnen nog niet meteen zelfstandig voor de klas. Maar we verwachten dat ze dan een jaar later zelfstandig kunnen draaien. Ja. Hoeveel heeft u er nodig? Veel, maar we kunnen er ook niet veel opleiden, want het vraagt ook opleidingscapaciteit. En er zijn er op dit moment ongeveer 8 tot 10 in opleiding. En we willen in september weer met een groep van 10 starten. Het vraagt veel. Het klinkt eenvoudig, maar het is een intensief traject. Je moet er goed over nadenken. Het vraagt veel van de mensen. Je moet geld genereren. Wij gaan nu geld uitgeven aan opleiding van mensen. Daarvoor worden we niet gefinancierd. Dat zijn hele belangrijke keuzes. Je hebt partners nodig, zoals de gemeente, het Rijk, die nu ook gaan bewegen. Die bewegingen komen nu allemaal op gang en die heb je nodig om dit allemaal te kunnen financieren.